Welkom bij TV Maastricht. Zometeen kunt u kijken naar een herhaling van Big en Leu. met hierin aandacht voor de vaste lovensvierers van het jaar. en het groot kindervies. Maar nu is het nieuws met Olga Hupkens. Dag dames en heren, u kijkt naar nieuws en actualiteiten van dinsdag 5 februari. Spannende dagen voor de leerlingen van groep 8 in het basisonderwijs. Vandaag starten namelijk de CITO-toetsen. Tot en met donderdag moeten leerlingen laten zien wat ze de afgelopen acht jaar op school geleerd hebben. Ook geeft de toets een inzicht in leertempo, concentratie, motivatie en doorzettingsvermogen. In totaal krijgen de kinderen tot en met donderdag 200 meer keuzevragen voorgeschoteld over taal, rekenen en studievaardigheden. Aan de hand van de resultaten van de toets wordt een advies gegeven over het juiste middelbare schoolniveau van de leerlingen. Diezelfde CITO-toets moet voor de leerlingen van basisschool LH Habib geen probleem zijn. Deze school kreeg namelijk gisteren het predicaat excellent van staatssecretaris Dekker van Onderwijs. 31 basisscholen in heel Nederland ontvingen maandag het predicaat Excellente School 2012. Daarvan zijn er vier Lumburgs waarvan er één Maastrichts is, namelijk de basisschool El Habib. Deze school bestaat voor 100% uit leerlingen met een niet-Nederlandstalige achtergrond. De kinderen zijn veelal afkomstig uit sociaal zwakkere milieus en hebben laag opgeleide ouders. Dit betekent dat veel kinderen in groep 1 een taalachterstand van bijna 2 Jaar hebben. Toch wordt dat hier binnen een paar jaar ruimschoots ingehaald. In de loop der jaren hebben we een expertise opgebouwd op het gebied van werken met taalachterstand. Ons lukt het dan om 50% van onze kinderen na groep 8 naar havo-vwo te sturen. Dat is een heel hoog cijfer lijkt mij. Hoe liggen die cijfers gemiddeld? Eh, dat is tegen de 40%. Dus jullie zitten ruim boven het gemiddelde? Inderdaad. Hier wordt eh, zeg maar meer aandacht gegeven aan taal. We krijgen extra hulp en eh, extra huiswerk. En ja, kinderen die als ze merken dat een kind moeite heeft met iets, dan, dan krijgt dat ook eh, het aandacht wat hij ja, nodig heeft. Het probleem wat deze kinderen ervaren, heb ik ook aan de lijve ervaren. In die tijd toen ik naar Nederland kwam, waren er bijna geen eh, materiaal om Nederlands te leren. Überhaupt. Het was voor mij hartstikke moeilijk om Nederlands te leren. Dus ik weet wat hun problemen zijn, ik weet waar de behoefte zit. Dus het was, uh, het was voor mij heel normaal dat ik eigenlijk de taak heb opgepakt om deze groep uh, te kunnen helpen. In 1997 is de school opgericht door ouders omdat zij merkten dat er geen scholen waren voor deze kinderen. En met succes. Het ministerie van Onderwijs prijst het onderwijsniveau op deze school en de bovengemiddelde scores van de leerlingen. Ook wordt de inzet en de betrokkenheid van de ouders genoemd. Hoe gaat het met de Cito -toets? Ja, ik vind het eigenlijk best wel makkelijk en zo, ja. Het valt eigenlijk best wel mee. Is het te makkelijk voor je? <laughs> eigenlijk wel een beetje, ja. Maar dat betekent dat je dadelijk ook wel naar, het, naar de HAVO of naar het VWO gaat, denk ik? Ja, ik heb mijn advies eigenlijk wel. En dat is? VWO. En naar welke school wil je dan? Het Bonnefante College. En zijn er vier leerling, leerlingen bij jou in de klas die ook naar het Bonnefante gaan? Ja, bijna allemaal. U laat eigenlijk met uw school zien dat het helemaal niet nodig is dat er ook andere scholen zijn waarbij het minder gaat. Inderdaad. Kijk, wij geven het goede voorbeeld... Dat um, de achtergrond eigenlijk uh, geen belemmering hoeft te zijn om hoge doelen te behalen. Maar um, wat ervoor eigenlijk nodig is, dat, uh, dat het team de school hoge verwachtingen van, van het kind moet hebben, ondanks uh, de achtergrond van het kind. Ben je trots op deze school? Ja, heel erg. En weet je al wat je later wil worden? Ja, chirurg. Je zet hoog in. Ja. En nu uh, zult u wel trots zijn, uh, gaat er ook een feestje gevierd worden? Zonder meer. Dus niet alleen, niet alleen hard werken, maar ook met z'n allen, met alle collega's en kinderen en ouders, zullen we zeker het veren. Yeah. 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 Burgerlijke ongehoorzaamheid, ook dat hoort een beetje bij carnaval. Gisteren lieten we u zien dat in het centrum de vlaggen van culturele hoofdstad de gevel sieren in plaats van de rood-geel-groene carnavalsvlaggen. In Wiek is dat echter anders. Carnavalsvereniging de Kemeleers uit Wiek had met hetzelfde probleem te maken als de Tempeleers. Ook zij mochten van de gemeente slechts vijf dagen hun Kemeleersvlaggen aan de gevels hangen. Omdat ook de Kemeleers dit als tekort ervaren, hebben ze de culturele hoofdstadvlaggen op eigen initiatief afgehaald en deze vervangen door de blauw-witte met kameel van de Kemeleers. In een eerdere reactie liet de gemeente weten dat het banieren- en vlaggenbeleid door de gemeenteraad is vastgelegd. Daarin staat dat voor volksculturele evenementen, zoals bijvoorbeeld een processie of carnaval, vlaggen maximaal vijf dagen aan de gevels mogen prijken. Culturele hoofdstad heeft tot 31 december 2013 een uitzonderingspositie en mag het hele jaar vlaggen. Kerncentrale Tiange blijft voorlopig gesloten. De reactor van de centrale zou eigenlijk begin dit jaar alweer opgestart worden. Het Franse moederbedrijf GDF Suez heeft dat echter uitgesteld. Bij de centrale in Hoei, zo'n 45 kilometer van Maastricht, werden vorig jaar haarschuurtjes ontdekt. Het wachten is op de uitslag van het Federaal Agentschap van Nucleaire Controle, dat nog bezig is met het uitvoeren van een aantal testen. Deze zouden in maart afgerond moeten zijn. Afgelopen week hebben vandalen huisgehouden in de omgeving van Natuurtuinen Jekerdal. De lindeboom, die in 2010 geplant is ter ere van de viering van de Nationale Dag van het Park, moest het ontgelden. Er is met een hangbijl ingehakt op de boom en vervolgens is hij op kniehoogte afgebroken en omgetrokken. De linde is destijds geplant door de kinderen van de Natuurclub van Natuurtuinen Jekerdal samen met wethouder Nus en was een geschenk van avenue 2. De daders zijn op heterdaad betrapt en er is proces voor bouw opgemaakt. Ook komen de kosten voor het vervangen van de boom voor rekening van de daders. En tot zover het nieuws van vandaag. Na de reclame kunt u nog kijken naar een herhaling van Weekendlui. Deze uitzending en andere programma's kunt u terugzien op rtvmaastricht.nl. Bedankt voor het kijken en graag weer tot morgen.